Goedendag allemaal. Vandaag fantastische producten van over heel de wereld en van dichtbij. Alles voor de smaak. De verse vossenbessen die komen uit de bossen in Zweden. Nu is de tijd om een saus te maken voor het komende wildseizoen met uw eigen twist. Ze zijn nu vers verkrijgbaar. Hoe simpel en mooi kan smaak zijn? Twee basisproducten met heel veel mogelijkheden. We hebben rode micro-trostomaatjes, maar let op, ze vallen heel makkelijk van de tros. Dan zou u zeggen, waarom dan aan de tros? Nou, na een lange testperiode hebben we ervoor gekozen om ze zo te verkopen. Ze zijn namelijk smaakvoller dan de losse, vandaar aan de tros. En voor de komkommers hebben we natuurlijk de normale. We hebben de mini, we hebben de baby en sinds ook deze week de micro. En ik vergeet nu de fleurenkomkommeren, maar deze is nieuw en hoe kleiner, hoe minder vocht. Echt een heel leuk assortiment in fantastische basisproducten. Deze week zijn we begonnen met de Japanse sudachi. En natuurlijk gaat er de komende weken ook sudachi komen uit Spanje. Maar er is een wezenlijk smaakverschil. De Japanse sudachi is kruidig en natuurlijk zuurig, maar daarnaast ook een zoetje. En er zit generaties historie in het kweken van de beste sudachi en die komt uit Japan. En we zijn super trots dat we de enige in Nederland zijn met de eigen import.